Ik ben Jan Postma, eigenaar van Plus Postma, sinds 2002, grote supermarkt in Lelystad, samengekocht met mijn vrouw. Nou, ik ben betrokken geraakt bij SpeakApp dankzij een tweetal medewerkers van mij, Erwin van der Vlist en Patrick van der Meijl. En beide waren gewoon bij mij in dienst als parttimers en hebben uiteindelijk mij op het spoor gezet van wat later het digitale platform SpeakApp werd. Met z'n drieën ervaarden we hoe lastig het was om te communiceren met de medewerkers. Want de medewerkers zitten niet achter de computer, ze hebben geen zakelijk mailadres, ze hebben ook geen zakelijk telefoon. Dus we gebruikten heel veel papier en bellijsten en prikborden om te communiceren. En dat ging gewoon best wel vaak mis en het kostte ook heel veel tijd. Vandaag de dag hebben we natuurlijk oplossingen zoals SpeakApp. SpeakApp is een medewerkersapp, communicatieapp, die een organisatie in staat stelt om heel makkelijk en snel met medewerkers te communiceren. Ongeacht waar die medewerkers werken. Je hebt een tijdlijn, je kunt berichten naar elkaar sturen persoonlijk, maar ook naar een groep of naar iedereen. Dus iedereen is heel snel op de hoogte als je iets mee wil delen. Alle communicatie in ons bedrijf gaat via SpeakApp. Nou, de voordelen van SpeakApp zijn voor mij dat wij heel snel onze medewerkers kunnen bereiken. Ja, het is natuurlijk gewoon een app die je downloadt en tegenwoordig hebben alle jongeren mobieltjes vastgeplakt in hun hand, zeg maar. Dus ja, dan heb je hem eigenlijk altijd bij je. Dat is vooral makkelijk voor in geval van ziekte of anderszins dat we snel medewerkers nodig hebben, dan kunnen we heel snel met ze communiceren. SpeakApp kun je ook verlof aanvragen doen en dat maakt mijn werk weer een stuk gemakkelijker. Het werkt heel eenvoudig, mensen kunnen daar aangeven of ze een dagdeel vrij willen. Dat kunnen wij weer meenemen in het rooster maken en die wij ook op SpeakApp delen. Nou, reacties vanuit het personeel op SpeakApp zijn bij ons altijd heel erg positief. Vooral als het mensen betreft die elders gewerkt hebben waar ze niet een dergelijk communicatiemiddel hebben en waar het dan veelal via WhatsApp gaat. SpeakApp is natuurlijk een stuk professioneler en sluit heel erg aan bij wat de jeugd zoekt in communicatie. Om SpeakApp nu weer te integreren samen met UBS Jan Postma, dat geeft natuurlijk wel gewoon een extra emotie. Dus daar is het allemaal gestart. Zonder Jan Postma was dit nooit allemaal gelukt. Nou ja, ik vind het hartstikke leuk dat ik betrokken ben geweest vanaf het begin al bij SpeakApp. Het voelt nog steeds een beetje als mijn kindje. Ja, ik volg het met heel veel belangstelling en het is ook gewoon een medium wat wij niet meer willen missen. Het partnership tussen UBS en SpeakApp sluit eigenlijk aan bij de hele trend waar we al mee bezig zijn. Dus verdergaande automatisering, verdergaande professionalisering van de communicatie. En ook dat dingen in elkaar gaan grijpen, dat vind ik mooi. Dat de schermen van UBS in de kantine bijvoorbeeld, dat daar de communicatie van SpeakApp ook op kan plaatsvinden. Het voelt alsof online en offline samenkomen. Dus medewerkers hebben die app op hun telefoon, online. Maar vervolgens plaats je daar iets in en het wordt vervolgens ook offline op het televisiescherm geplaatst. Dat is gewoon hartstikke praktisch. En dan bereik je ook de mensen die op dat moment in je bedrijf zijn en misschien even niet met hun telefoon bezig zijn. Ik denk dat het heel nuttig is dat mensen ook in de kantine nog de SpeakApp-berichten voorbij zien komen. Als je van de werkvloer af bent, dat je toch nog dingen over je werk voorbij ziet komen en dat vang je toch maar weer mooi op. Nou ja, ik denk dat alle supermarktondernemers SpeakApp zouden moeten gebruiken omdat het relatief weinig kost en veel opbrengt. En het sluit heel erg aan bij de medewerkers die je in dienst hebt. Dus ik zou iedereen willen adviseren om dat te doen en ze mogen mij ook gerust bellen om daar wat meer over te horen.